Vanavond ga ik ook in op de kredietcrisis. De teleurgang van Lehman Brothers vorig jaar was natuurlijk zo'n moment dat eens iedereen heel erg schrikt en zich de vraag stelt, hadden we dat aan kunnen zien komen? Nou, iedereen beweert dat dat niet zo is, hè? Maar goed, ik beweer dat het wel zo is. Met financial accounting gegevens en met momentum analyse kan je zichtbaar maken dat er met Lehman Brothers iets heel merkwaardigs aan de hand was al sinds juli 2005. Hier hebben we dus return on equity, een hele vertrouwde ratio van Lehman Brothers. Voor de dotcom crash, na de dotcom crash en dan in de laatste vier kwartalen. En de vraag is natuurlijk, ja, hier klapt Lehman in elkaar, helder. Maar ging het nou slecht daarvoor? Ja, jeetje, hier zakt hij naar beneden, derde kwartaal 2007. Dan blijft hij stabiel op vierde kwartaal 2007. Nou ja, dan is dat nou een krachtig signaal van moeilijkheden? Het is maar de vraag. Dus dat is nog niet zo makkelijk. En dit is natuurlijk een cijfer waar iedereen naar kijkt, hè? Return on equity. Dus het lijkt goed te gaan met Lehman Brothers, niks aan de hand. Dus kom ik met mijn toverdoos en ik ga nu het vermogen, eigen vermogen momentum in dollars uitrekenen. Dus de groeisnelheid nominaal. Jeetje, het gaat hartstikke goed met Lehman. Tot voor het laatste kwartaal, ja, dan gaat het hier naar beneden. Ja, hoe moet ik dat dan verklaren? Nou ja, je zou kunnen beweren, als het slecht gaat met Lehman, dan hebben ze dus minder mogelijkheden om kapitaal weg te zetten. Dus loopt de bankrekening op en dat boekhoud je dan als eigen vermogen. Hè? Niet geïnvesteerd is toch je eigen geld, zou je kunnen zeggen. Maar toen ben ik die ratio gaan uitrekenen. Wat je nou ziet, is de groeisnelheid van het eigen vermogen. Met andere woorden, in verhouding tot de groeisnelheid van het totaalvermogen. En wat je nou ziet, noemen wij leverage. Als de groeisnelheid van het eigen vermogen toeneemt, maar de ratio blijft vlak en daalt zelfs, lenen ze dus als een dwaas kapitaal. Dat kan toch niet anders, anders krijg je die ratio niet. Maar het interessante nu is dat dit dus een trend is die is ingezet in het eerste kwartaal van 2005. Oké, boeiend. Wat kan ik nou zeggen? Nou, ik kijk natuurlijk naar de hele tijdreeks. Dus ik zie dat er periodes zijn waarin de ratio toeneemt. En die worden gevolgd door periodes waarin het... voorafgegaan door periodes waarin het slechter gaat. Lijkt te gaan. Het is wel even omhoog, maar het gaat toch omlaag. Hier gaat het ook duidelijk omlaag. Ja, en ik zou dus kunnen beweren dat de eerste vijf kwartalen na 2005 Q1 valt in zo'n rood doosje. Twee jaar voor de crash, Q3 van 2006, kan ik gaan roepen, alarm, er is iets raars aan de hand bij Lehman. Natuurlijk, als je gaat roepen dat jij iets ziet wat de anderen niet zien, komt er natuurlijk veel reactie. Het is aardig in dit kader dat er ook een discussie ontstond tussen twee collega-auteurs van een boekje over de kredietcrisis, over deze analyse van mij, van de Nederlandse Bank. Zij zeiden van ja, leuk verhaal dat momentum accounting, maar wij hadden het eigenlijk wel goed kunnen zien, namelijk aan de hand van de zogeheten credit default swaps. Dat is een polis op de mogelijkheid dat een bank niet in staat is om de leningen terug te betalen. Een soort van verzekering zou je kunnen zeggen. Voor alle grote banken wereldwijd kun je per uur op de markt observeren wat het risico is afgeleid van de credit default swaps. Dit is een echte early warning indicator. Ik citeer hier de Nederlandse Bank, Jaap Bikker. Waarbij hij dit plaatje als attachment meestuurde. Maar u begrijpt, deze jonge promovendus kiest toch het zekere voor het onzekere. Dus ik heb de credit default swap cijfers uit de database getrokken. Ik had daar zelf natuurlijk nog nooit van mijn leven naar gekeken. Om te zien of die daar nog gelijk hebben. En wat zien we dan hier? Dan zien we dus dat ergens, dat is een grafiek die bestaat uit de blauwe lijn, dat is dus Lehman Brothers. De rode lijn, dat is de credit default swap van de USA banking sector totaal. En de zwarte lijn is het verschil. Dus je ziet dat die stabiel is, hè, de verhouding tussen die twee. En pas in Q3 van 2007 zien we een bibbertje hier. En wat blijkt dat je eigenlijk geen verschil kan zien. Ik bedoel, ongeveer 2-3 maanden van tevoren zie je inderdaad dat daar dus iets merkwaardigs aan de hand is. Maar nog steeds, het verschil is vele jaren tussen de momentumanalyse aan de ene kant
en een analyse van de credit default swap cijfers aan de andere kant. De dieperliggende gedachtenlijn hier is dat dit is marktinformatie. De algemene idee, de algemene positie is dat marktinformatie betrouwbare peller is dan accounting informatie. Terwijl ik gewoon zeg van nou ja, plain vanilla accounting, gewoon een leverage ratio, maar dan op een momentumcijfer berekend, had dus ons kunnen informeren, kunnen inspireren, lang voordat het echt uit de hand liep. Dus dat is toch wel interessant om verder te onderzoeken, denk ik.